De Van Tolgerhuisstraat, omgeving Nieuwe Haven, is bij regenweer altijd onder water. Vrijwilligers van het district Komowijnen hebben vanmorgen met ondersteuning van de burgervader Rajab Mohamed Safiq van Komowijnen geprobeerd het probleem aan te pakken. Sifra Goudland maakte hierover het volgende verslag. Kijkers, we staan hier bij de kruising van het Van Tolgerhuisstraat en de Willemcampagnestraat, bijna op de hoek van de Willemcampagnestraat, waar voordat je het verkeer slecht krijgt, er elke ochtend altijd een hele plas met water ligt. Wij zijn gestopt en we hebben even een gesprekje gehad met de heren die hier aan het werken zijn. En zij gaven aan dat ze vrijwilligers zijn omdat ze het niet kunnen aanzien dat het water zo blijft zitten. Ze hebben ook aangegeven dat dit ook in samenwerking is met de DC van Komowijnen. Dus wij gaan ook een gesprek met de DC hebben om te vragen waarom hij dit initiatief heeft genomen. Maar waarom heeft u dit initiatief genomen om dat water die hier zit voor het stoplicht van de Van Tolgerhuisstraat proberen te verlichten? Nou, mevrouw Goudland, u weet, Komowijnen en Marowijnen hebben één invalshoek om Paramaribo aan te doen. Mijn mensen die zitten vast elke dag in de file. En dit is een van de knelpunten waarom mijn mensen in de file vastzitten. Als de Hogerhuisstraat onder water loopt, dan is de linkerbaan altijd vol met water. En iedereen rijdt op één baan in plaats van twee banen. En ik heb dit ding al eerder foto gemaakt en geëpt voor de minister van OW. Maar daar ik zie dat ik een aantal keren gebeld heb en dat het niet lukt, heb ik dan initiatief genomen, eigen initiatief. Ik heb gisteren de minister gebeld en goedkeuring gevraagd. Mag ik als Komowijner met mensen van Komowijnen het probleem aanpakken? En hij heeft me de goedkeuring gegeven. Hij heeft me ook gezegd dat hij geen kolkensuikers heeft. Dus ik heb dan een particulier door tussenkomst van een buurtbewoner van Meerzorg gevraagd om eentje te zoeken. En vandaag zijn we zover. We proberen zelf eigenlijk hier schoon te maken, die putten schoon te krijgen, zodat het water vrij toeloop kan plaatsvinden naar verdere afwatering. De burgervader zegt verder dat het ministerie van Openbare Werken de straatbezems wederom moet inzetten om te voorkomen dat er weer zoveel zand gaat zitten in de putten. Minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken zegt dat het ministerie weet dat heel veel van die rioleringen verstopt zijn. Vandaar hij ook de toestemming heeft gegeven aan de DC om alvast een deel open te doen. Heel veel van die rioolputten zijn verstopt, rioleringen. Heel veel rioleringswerken zijn soms kapot. En nog met zand. Je weet, heel veel secundaire, tertiaire kanalen zijn jaren niet opgehaald. En daarom loopt alles onder water. Vooral daar van Hoogbrugstraat, Surbos, etc. En we hebben als openbare werk alles al voorbereid en standaard gezet om landelijk te proberen alles schoon te maken. Het gaat een helft job worden, want de verstoppingen zijn te veel. Maar wat het gedeelte van Hogerhuisstraat betreft, Willemcampagnestraat, Slangenhoofdstraat, etc. Toevallig krijgt die buurt een hele nieuwe infrastructuur qua wegdek, wegen en qua riolering. En dat zit in het kader van een IDB-project waarbij de haven ook aangepakt wordt, de nieuwe haven. En die hele verkeerssituatie. Dus dat wordt een totaal compleet ontwerp. En dat is de reden waarom we als OE nu zelf niet investeren. Omdat het project al gestart is. De voorbereidingen zijn al gestart op ons kantoor. In samenwerking met de IDB. Dus dat komt nog. Ik vraag alleen de mensen een beetje geduld. Riyad Noor Mohamed, minister van Openbare Werken. Hij zal samen met minister Amoksi oplossingen bedenken voor het dagelijks filevormingsprobleem dat zich voordoet op de Weidenbosbrug en aan de Van Tolgerhuisstraat.